Hallo allemaal, dit is Lezen voor de Lijst, Rinske Hillen, Houtrot. Dit is een boek dat een prijs gekregen heeft, de debutantenprijs. Bioloog en natuurfilosoof Bram Wengsterman bewoont een pand aan de Keizersgracht dat al generaties lang in de familie is en waar de daders van de familie in de tuin van het huis begraven zijn. De fundering is aangetast door houtrot en Wengsterman moet geld vragen om de restauratie van het houtrot in de heipalen, dat 100.000 euro's kost, te bekostigen. Hij kan het zelf niet betalen en hij denkt aan zijn schoonvader om dat te betalen. Brams vrouw, Veerle, is permanent opgenomen in een psychiatrische instelling omdat ze psychische problemen heeft die om schuldgevoel draaien. We zullen zo zien wat dat schuldgevoel dan is. Bram houdt er een geliefde op na, een zekere Ella, met wie hij een relatie heeft. Zij is pianiste. Daarnaast is er de dochter Amber, die net terug is van haar studie filosofie in Engeland. Een studie die ze overigens niet heeft afgemaakt nog, is nog niet afgesloten, maar ze is naar Nederland teruggekomen om bij haar familie te zijn. Ella is dus, zoals ik zei, pianiste, dat is de vriendin van Bram, en wil, nu ze terug is, of nu ze bij Bram is, graag muziek maken met de zingende Amber. Van het begin af aan komen er vragen bij de lezer op die de open plekken vormen. Waarom is Veerle opgenomen in een psychiatrische inrichting en nu al maanden niet thuis geweest? Was wat er gebeurd is terecht en wat was de aanleiding? Wat vormde de aanleiding tot de krankzinnigheidsverklaring? Nam Bram de juiste beslissing, haar man? Zat zijn liefde voor zijn minderes Ella er soms achter? Wat zal er met het huis gebeuren? Het huis is eigenlijk een personage in het verhaal, zou je kunnen zeggen. Dat speelt een heel belangrijke rol op de achtergrond. Of op de voorgrond, zo je wil. Krijgt Bram het geld voor de renovering van zijn huis? Is de gehechtheid van de familie aan het huis omgeven met geheimen? En wat is er nou allemaal precies aan de hand? Veel open plekken, een beetje detective-achtig. Ook een beetje gothic novel-achtig, maar in de verte, ergens wordt het wel in een recensie genoemd, maar ik vind het niet echt een gothic novel. Amber houdt er een hopeloze relatie met Jonno op na. Die is niet best en ze is eigenlijk van plan er een eind aan te maken. En er is nog een buurman, een zekere kussendrager, die min of meer van Wengsterman eist dat de houtrot in de heipalen wordt gerepareerd. En daar zie je de titel verschijnen, hè, houtrot. Maar dat er iets rotten is in de state of Denmark, dat er iets rots is in al die menselijke verhoudingen, dat wordt straks ook wel duidelijk. Dat is de tweede betekenis van de titel. Binnenkort is er een feestje op komst dat Ella gaat organiseren en dat tot een confrontatie zal leiden en een soort crisis, tot een reiniging, tot een catharsis komt het in het verhaal. De 55-jarige Bram, of de 55ste verjaardag van Bram, moet een feestje worden dat Ella organiseert en daarvoor wordt zelfs de kort aangebonden kussendrager uitgenodigd. Mede om hem een beetje mild te stemmen als het gaat om die problemen van die heipalen, want Bram Wengsterman heeft er geen geld voor om dat te restaureren. Dat kost wel 500.000 euro. Amber bezoekt haar moeder in de psychiatrische inrichting. Die is al wat opgeknapt en ze kan het heel goed vinden met een zekere Steven, die in het slot nog weer even zal verschijnen. En die kan het daar heel goed mee vinden, zoals gezegd. En ze stopt met het slikken van pillen, want ze vindt het wel genoeg. Al spoedig, in het verhaal, relatief spoedig, wordt het geheim dat moeder en de familie bij zich dragen duidelijk. De enige die
niet, die dat niet weet, is Amber. En het geheim is dat Amber een tweelingbroertje had als baby, die door de schuld van Veerle, zijn moeder, als baby gedood is. Ze is namelijk in haar slaap, terwijl ze drank en pillen had geslikt van tevoren, op hem gaan liggen en zo is die gestikt. Let op dat een deel van de antwoorden die rondom het familiegeheim al weggegeven worden en er dus andere vragen en open plekken moeten overblijven om de spanning erin te houden. Nou, die zijn er genoeg. De relatie tussen Ella en Bram, hoe zal die verlopen? En hoe zou het met het huis gaan? En wanneer zal Amber dit allemaal te weten komen? Nou, die Amber wist dit dus niet van die tweelingbroer Thomas. Vader heeft het voor haar verzwegen. En later staat hij op het punt dat te vertellen, maar dat gebeurt toch niet. En onder druk van zijn schoonvader belooft hij dat wel. Ik zal het vertellen, want zegt zijn schoonvader, dan wil ik, die rijk is, dan wil ik wel die restauratie van het huis betalen, maar dan moet jij schoon schip maken met Amber. Wat er in het verleden is gebeurd met Thomas. Het motief schuldgevoel is hier duidelijk aanwezig, maar moeder Veerle slaat zich er goed doorheen en ze is zelfs van plan op het jubileumfeestje van Bram dat Ella zal organiseren op zijn 55ste verjaardag te verschijnen. Wat eerst weer niet het geval lijkt te zijn, eerst lijkt het erop dat ze toch niet gaat, maar uiteindelijk zal ze daar toch verschijnen. En met een heggenschaar in haar hand. Heel grappig, dat is een komische noot in het verhaal. En daar lijkt ze dus korte metten met iets te maken, waarmee zullen we straks nog wel even horen. Ella en Bram menen dat ze terecht genieten van hun liefde voor elkaar, na alle ellende en het gedoe rond Veerle en de dode Thomas. Amber oefent met Ella, die pianiste is, op haar zangkunst. En heel grappig, Ella zegt zelfs, ga eens op je hoofd staan en zing dan eens. Dan blijkt ze een hele mooie stem te hebben en die zal haar begeleiden op de piano. En ze zullen op het feestje van de 55-jarige Bram een lied ten gehore brengen. Ondertussen maakt Amber het uit met Jonno, die in verband met de bouwperikelen omtrent het familiehuis nog een belangrijke rol zal spelen. Complicatie in de liefdesaffaire is dat Ella de nicht van Veerle is. Dus er zit een zweem van incest overheen. Nou ja, incest, dat is het eigenlijk niet, hè, met je nicht trouwen. Gevolg van de dood van Thomas is wel dat Amber vervolgens als kind ook verwaarloosd is door een verwarde en met schuldgevoel beladen moeder die daardoor ook in een psychiatrische inrichting belandt. Voor het feest, dat de eerste climax van het boek vormt, doet Amber een jurk van haar moeder aan, een blauwe jurk. Ik citeer, ze had altijd geweten, er was een geheim, een rottend geheim, en ze zoekt de pijnlijke waarheid. Nou, dat betekent dus, dat heb je ook weer een titelverklaring, er is een geheim in die familie die... Dat geheim heb ik al verklaard. En dat rot, als het ware, is een rottend geheim, staat hier. Dat maakt alles, om het maar eens modern te zeggen, dat, in jullie taal, dat maakt het rottig. Ja. Amber wil de waarheid weten. Eén dag voor de 55ste verjaardag en voor het feest wil ze 's morgens om een bepaalde tijd weten van haar vader. En ze zegt eigenlijk, ik weet het al, ze denkt dat eigenlijk, en wat ze denkt is, ze weet het al van de relatie met Ella, maar haar vader denkt, het gaat over de dood van Thomas, dus ze denken langs elkaar heen. Eerst zoekt Amber in de papieren en ontdekt ze geheimen over het huis uit oorspronkelijk de 17e eeuw, 1663, maar als er dan, 's avonds is het, een raam openklapt, dat niet meer dicht wil, heeft ze toch weer de hulp van die Jonno nodig, want die zit in de bouwwereld.
Die laat ze komen. Ze hebben afscheidsseks, zouden wij zeggen. Ze doen het voor de laatste keer met elkaar. En ze hebben dus afscheidsseks. En het blijkt later, voor het feest, dat de kelder onder water loopt. En de chili con carne, die door Ella zo met zoveel liefde gemaakt is voor het feest, bederft vanwege het vocht in die kelder. Bram schept dan de bovenlaag van de chili con carne eraf, maar het blijft oneetbaar, zo blijkt. Bram is vastbesloten het huis niet te verlaten tegen de wil van Ella in. Bram denkt terug aan de dood van zijn zoon. Wiegendood, hebben de artsen gezegd, maar hij weet wel beter. Veerle is met haar logge lijf, stijf van de drank en de pillen, op de baby Thomas gaan liggen. Het is hem duidelijk dat hij bij een keuze tussen Ella en Amber altijd voor zijn dochter zal kiezen. Amber komt te laat op het gesprek met haar vader en zij blijkt, zoals ik al zei, eigenlijk heel anders dat gesprek in te gaan dan die vader. Zij is boos op haar vader dat die na binnen 3 maanden al een nieuwe vriendin heeft en zij wil daar duidelijkheid over en zeggen wat ze daarvan vindt. Maar hij zit met een heel ander verhaal in zijn hoofd, namelijk over die dood van die Thomas. En omdat Amber de relatie met Ella en Bram wil bespreken, zegt hij maar niks over de dood van Thomas. En dat zal dus uiteindelijk die moeder moeten doen, want dan komt de voorbereiding van het feestje. Ella is druk met de voorbereidingen. Ze raakt op het feestje in een filosofisch gesprek met kussendrager en vindt hem eigenlijk wel een heel aardig en interessante man. Geen Oosterse wijsheid, zegt die, maar de wijsheid die je in jezelf moet zoeken, dat moet genoeg zijn. Dat is het standpunt van kussendrager, die Amber steeds interessanter gaat vinden. En dit laatste is een dubbelzinnige zin. Amber gaat hem interessanter vinden en omgekeerd. Jono wijst kussendrager erop dat de stutpalen die al bij hem zijn aangebracht door een bouwbedrijf helemaal verkeerd staan. En dat het dus allemaal verkeerd is gegaan en dat hij daar moeilijkheden mee zal krijgen. Maar die wuift dat weg. Die kussendrager. Amber's moeder blijkt, zo in dit gedeelte van het verhaal, blijkt ook nog een mislukte poging tot zelfmoord te hebben gedaan. Daar komt Amber dan achter. Op het feest gaat Amber zingen, begeleid op de piano door Ella. Ze zingt een bekend slaapliedje dat haar moeder vroeger zong. Nairan Fezula, als ik het goed uitspreek, maar dat doet er niet toe, een slaapliedje. Ze zingt het omdat ze klaar is met het zwijgen, vindt ze zelf. Leven is doorgeven. Dat betekent het liedje, zegt opa, die er ook bij aanwezig is bij het feest, want iedereen is uitgenodigd. Iedereen is enthousiast over haar optreden, juist als Bram een spits afsteekt over het huis en haar zijn geschiedenis, en zijn geschiedenis, het huis en zijn geschiedenis, en hij een toast wil uitbrengen, verschijnt daar ineens haar moeder in fluwelen broekpak. Ze is toch gekomen en met een laag decolleté en, komisch detail, met een heggenschaar in de hand. Ze komt Ella de vrijheid schenken, zegt ze. Dus met andere woorden, ze komt de relatie tussen haar man en Ella min of meer goedkeuren. Ze heeft een folder over rouwverwerking meegenomen en vertelt met de heggenschaar in de handen over de dood van die baby Thomas. Dat is dus echt een crisishoogtepunt. Nu komt de catharsis. Nu zitten we midden in de catharsis. Ik citeer. Als je een kind verliest, wil je dood. Hij is gestorven in ons bed en is gestikt onder het gewicht van zijn moeder. Zo zegt ze dat. Maar ze heeft een nieuwe fase bereikt in het rouwproces. Daarom heeft ze die folder ook bij zich. Ze wil stoppen met het hebben van pijn. Nou, dat geeft natuurlijk een geweldig negatief effect op dat feest. Mensen gaan weg, mensen lopen weg van dat feest. Die willen het allemaal niet horen, die vinden dat te pijnlijk. Veerle heeft een boom meegenomen
voor de overleden Thomas. En nog diezelfde avond planten ze met z'n allen die boom in de tuin. En nu weet Bram wel dat zijn liefde voor Ella voorbij is. Dat is ook een deel van de catharsis. Hij weet, ik hou toch heel veel van mijn dochter Amber, wilde alles voor doen. En ook staat hij niet meer zo negatief tegenover Veerle. Daar is ook iets aan het veranderen. Nu weet Amber, het is tijd om het geheim te integreren in het rouwverwerkingsproces. En dat zegt in de derde fase, geloof ik, integreer het gebeurde in je eigen leven. Amber moet dat doen, maar vooral Veerle moet het doen. Integreren in je eigen leven. Nog dezelfde avond belt Amber bij kussendrager aan, want ze wil verder met hem praten. Nou, dat zegt wel wat. Het is dus op dat feest, en het feest in het boek, een echte reiniging, een catharsis. Een crisis met uitzicht. Daar gebeuren dingen die een grote invloed gaan uitoefenen. Bram Wengsterman, schoonvader, gaat dan uiteindelijk dood. Dat is de man met het geld, weet je nog. Die zou zorgen voor het maken van die heipalen. Dat er nieuwe betonnen heipalen voor in de plaats zouden komen. Hij laat de erfenis aan Amber over. Want hij houdt een paar honderdduizend euro over. Misschien wel een miljoen. En die krijgt Amber. En hij vraagt haar om erover na te denken wat ze met het geld wil. Zij mag beslissen of ze het aan het huis besteedt of niet. De indruk wordt sterk gewekt in het boek dat ze dat niet zal doen. Het antwoord op die vraag blijft dus nog even open. Zal ze het doen of niet? Aan het eind zullen we zien dat het helemaal niet meer nodig is om die vraag te beantwoorden. Veerle is ook een nieuw leven begonnen, waarschijnlijk met Steven, want ze assisteert Steven nu bij een praatgroep over rouwverwerking. En zij is echt psychisch is opgeknapt en helpt die Steven bij een praatgroep over rouwverwerking, waar ze iets over gezegd heeft op dat feest. Ella is inmiddels ergens anders gaan wonen, op een flatje. Dus Wengsterman is weer alleen in het huis. Amber heeft rare gevoelens over het huis die ze uit in een brief. Ze rouwt om haar ouders die er niet waren, om haar broertje natuurlijk, die uiteindelijk dood is. En misschien, schrijft ze, wil het huis ons iets vertellen. Nou, dat vond ik een intrigerend zinnetje. Wat wil het huis vertellen? Aan de lezer natuurlijk ook. Daar kom ik straks op. Ze neemt les bij kussendrager, want die is zangpedagoog. In Kopenhagen heeft hij een hele opleiding opgezet. En daar is hij beroemd mee geworden als muzikus. Wengsterman begint met de hulp van Jonno met de restauratie van het huis. En die Jonno zegt, weet je wat je moet doen? Je moet direct tegen het huis aan een enorme sleuf graven. Dan kun je bij die palen en dan kan er iets gebeuren. En we lopen gewoon vooruit op de fondsen die eventueel beschikbaar zijn van natuur, van monumentenzorg. Zouden ze nog 60.000 euro krijgen, dus hij begint daarmee. En dan slaat het noodlot toe, want op de laatste bladzij van het verhaal stort het huis helemaal in. Einde verhaal. Iets over het huis nog, dat eigenlijk ook een soort personage is. Het dateert uit de 17e eeuw. Ik dacht dat het, maar ik kan me vergissen, Keizersgracht 265 was, maar dat weet ik niet meer zeker. Dat doet ook niet veel toe. Het is een huis op de Keizersgracht dat nu nog echt bestaat. Afgebrand, een eeuw later weer opgebouwd en dan teruggehaald door de familie van Bram Wengsterman. En sinds de 18e eeuw eigendom in de familie. Maar nu stort het huis in. Nou, komen we weer terug bij die vraag. Misschien wil het huis ons iets vertellen. Ja, het huis wil iets vertellen over de vergankelijkheid, denk ik. Over dat je niet
met het verleden voortdurend je moet bezighouden. Dat je niet achteruit moet leven, maar vooruit moet leven. En dat het allemaal maar relatief is als een huis in de familie is. Het is dus, en dat is mooi gedaan door de schrijfster, een bestaand huis dat inspiratie was hier om er een soort gedeeltelijke faction in plaats van fiction te maken. Verschijnt in deze roman ook over het huis dat tot uiteindelijk dus vergaat. Er is ook iets rottend in de verhouding tussen de verschillende personen. Er is iets aan het rotten tussen verschillende personen, zoals bijvoorbeeld Bram en Ella. Ja, daar is ook iets gaande, dat is ook niet een perfecte relatie. Uiteindelijk blijkt die liefde toch niet bestand tegen dat optreden van die Veerle. Dat gaat niet goed. Amber en Jonno, nou ja, er zit ook rot in de palen van die relatie. Hoewel het een heel aardige jongen is, gaat het ook seksueel niet zo geweldig tussen haar en hem. En eigenlijk wilde ze al eerder van hem af. Dus in de menselijke relaties in dit boek zit ook voortdurend iets van vergankelijkheid, van het schurende, van het idee van het gaat niet goed. Er komt iets van een ondergang. Dus de motieven in het boek zijn de ondergang van het huis, dat een belangrijke rol speelt. Ik vind het heel mooi gedaan om dat te laten instorten, nog wel door die Jonno die zich erop beriepen dat hij zoveel van bouw en bouwen afwist en van huizen en zo. Hij graaft die sleuven, daardoor stort dat huis in elkaar. Het gaat over de teloorgang van liefde. Zowel tussen Bram en Veerle, met een hele tragische achtergrond natuurlijk, als tussen Bram en Ella en tussen Amber en Jonno. Het gaat ook over het omgaan met schuldgevoel. Dan spreken we vooral van Veerle en over een rouwproces, waar die Veerle toch heel aardig uitkomt. Die richt zich op en die knapt psychisch op en is sterker dan je denkt. Over het overwinnen van schuldgevoel dus. En over de teleurstelling gaat het in het boek, over het gedrag van de medemens. Als je een thema moet noemen, zou ik zeggen de houtrot die in de menselijke betrekkingen zit, die moeilijk te overwinnen is, en ook in de dingen in het huis. Dus de houtrot die in menselijke verhoudingen zit. Andere motieven zijn dus, zoals ik zei, het overwinnen van schuldgevoel, de ondergang van een stuk familiebezit en het vooruit willen moeten leven en niet steeds achteruit kijken naar dat huis van ja, maar het zit in mijn familie en ik moet bewaren en doorgeven. Opa die dat ook zegt, hè, leven is doorgeven. Nou ja, dan moet het wel blijven bestaan natuurlijk. En leven is natuurlijk gedeeltelijk ook doorgeven, maar het is ook vooruit kijken en vooruit leven. En de relatie tussen ouders en kind natuurlijk, die speelt ook als motieven rond een rol. De relatie tussen Bram en zijn dochter Amber bijvoorbeeld, en tussen die moeder en dochter Amber. Ik vond het een geslaagde roman. In de recensies las ik, ja, het heeft iets van een gothic novel. Nou, dat vind ik veel te ver gezocht. Nou, hoewel vergezocht, een oude huizen spelen in, die een geheim bij zich dragen, spelen in gothic novels een belangrijke rol. Dus in die zin is er wel iets gothic novels-achtig. Maar ja, de horror en de geheime luiken waar je in kan vallen en zo, dat ontbreekt allemaal. In die zin is het dus niet echt een gothic novel. Maar het is een mooie psychologische roman geworden met heel veel draadjes, verhaaldraadjes waar je over na moet denken, hè? Over die verhoudingen tussen die personen en over het feit dat helaas houtrot, dat wil zeggen dat het van binnenuit kapot gaat, dat het van binnenuit kapot gaan van verschillende relaties tussen mensen een belangrijke rol speelt.
Ze heeft, denk ik, de schrijfster Rinske Hillen, terecht hiervoor de debutantenprijs gekregen. En zoals ik zei, ik heb het met plezier gelezen en geprobeerd om de grote lijnen in dit filmpje voor jou neer te leggen. Ik vraag je weer abonnee te worden op mijn kanaal. Ik kom regelmatig weer terug met andere boeken. Als je dit iets vond waarvan je zegt, ja, daar heb ik wat aan. Like mijn video dan even. Ik word er heel blij van en ook jullie reacties vind ik zo ontzettend leuk. Blijf die geven en je kunt suggesties doen voor de boeken die ik zou moeten behandelen, maar ik kan zeker niet op al die suggesties ingaan. Dat is nu eenmaal omdat ik een beperkte tijd heb, want ik ben weer gaan lesgeven, dus dan heb ik niet echt heel veel tijd over om jullie te helpen. Maar goed, dit boek, Houtrot, kun je zeker op je lijst zetten, zowel in HAVO als VWO. En wat mij betreft is het zeker 4 punten waard. Dankjewel.